Vandaag zijn we bij kinderopvang Kiwi in Winschoten. Directeur Van Wely, die neemt vandaag afscheid. Zij gaat met pensioen. En haar wordt een feest aangeboden waar de kinderen een hele grote inbreng zullen hebben. Bij ons is Marcia van Wely, die net een prachtig afscheid heeft gehad, want ze gaat ermee stoppen. Maar we kijken natuurlijk altijd even terug, Marcia. Hoe lang doe je dit werk al? Kiwi is opengegaan in september 1988. We waren de eerste kinderopvang. Toen ik begon, toen was het zo dat hier heel gewoon was dat opa's en oma's, die zorgden voor de kleinkinderen. En als je ging werken, dan bracht je ze echt niet naar een crash. We hebben aparte babygroepen. Daar hebben we eigenlijk vanaf het begin voor gekozen, omdat in de babyfase gebeurt zoveel. Dus we hebben eigenlijk altijd gekozen voor speciale babyleidsters. Nou, daarna gaan de kinderen naar de dreumesgroep en naar de peutergroepen. In ons pedagogisch beleid staat ook heel erg, wat belangrijk is, is dat een kind moet leren dingen te durven. Weten dat iets mag mislukken. Dat je hulp kan vragen, dat je nieuwsgierig bent. Dat zijn ook eigenlijk allemaal dingen die je in deze tijd, waarin heel snel ontwikkelingen plaatsvinden, die kinderen eigenlijk als basis moeten hebben. Mensen kiezen voor Kiwi. Dat is wat ik ook deze week steeds van iedereen terughoor en wat ze op kaartjes schrijven. Dat is de sfeer, de warmte, het gevoel je bent welkom. Het is, zeggen ze, goed georganiseerd. Er zijn leidsters die gewoon heel goed in staat zijn om hun vak uit te oefenen. Babyleidsters die zo'n babygevoel hebben, dat een ouder die vaak best wel met zo'n babytje denkt, moet ik die echt wegbrengen? Die denkt, als ze hier binnenkomen, denken ze, het is goed hier. En daarnaast in de peutergroepen, waar we heel veel aandacht aan besteden, is gewoon actief kijken en luisteren naar kinderen. Je volgt in feite de kinderen en daar voeg je dingen aan toe. Dan komt er aan alles een eind, ook in deze periode. Wat gaat Marcia van Wely doen de komende jaren? Ik moet eerst heel erg afkicken, want dit is geluk. Dat je eigenlijk een beetje je eigen baan hebt gecreëerd en dat je die tot je ruim 65ste mag uitvoeren. En elke dag dat ik binnenkom bij Kiwi en ik zie de kindertjes, de leidsters, dan ben ik gewoon blij. Het is een beetje mijn tweede huisje geworden. Maar ik ben zeer blij met het feest dat deze middag, waar ik niks van wist, door de medewerkers, oude commissie, bestuur, voor mij is georganiseerd. En dan denk ik echt, wauw. Ik ben echt zo blij met wat er vanmiddag allemaal gebeurt. Gewoon heel veel kindertjes die ik allemaal ken. Vaders en moeders, andere mensen. Ik wist dat het een feestje zou zijn. Maar weet je wat ik zo knap vind? Dat iedereen heeft het geheim kunnen houden. Daarom kiezen mensen nou voor Kiwi. Niet om het feest, maar gewoon dat we in staat zijn om met z'n allen zo'n feest neer te zetten. Bestuur, oude commissie, ja, ik zie daar huisnemer de langste, Renze Beling. Nou, dat is een duizendpoot. En dan laat ik het met een heel gerust hart achter, want ik weet, al die medewerkers blijven. En die blijven Kiwi-sfeer, Kiwi-gedachtegoed uitstralen. Met daarnaast Henriette Beukema, onze nieuwe directeur. Heb jij al de afgelopen tijd een beetje kunnen inpendelen hier? Ja, gelukkig wel. We hebben de afgelopen maand samengewerkt en heb ik Marcia ook leren kennen. Als de grondlegster, de stichtster, oprichtster en eigenlijk de moeder van Kiwi. Dat straalt aan alle kanten uit. En dat is denk ik ook het gevoel wat ouders hebben als ze hier binnenkomen, als ze hun kind halen en brengen. Maar dat gevoel had ik zelf ook toen ik hier voor het eerst kwam. Dat ik dacht, jeetje, dat is goed hier. Je voelt je inderdaad welkom. Er wordt goed, heel goed voor de kinderen gezorgd. Ze worden ontwikkeld van de baby's tot de 12-jarigen. We zijn elke dag open van 7 tot 6:15. Je kan elk moment dat je zin hebt hier binnen komen. Je kunt natuurlijk ook een afspraak maken. Maar er is altijd iemand die je te woord kan staan. En ik denk dat het ook heel belangrijk is, omdat wij het al een keer eerder hebben gehad over het Kiwi-gevoel en de Kiwi-sfeer. En het is denk ik heel belangrijk als je als ouders hier binnenkomt om dat gevoel en die sfeer ook zelf te ervaren. Dan met eigen ogen te kunnen zien, ja, daar zou ik mijn kind wel achter durven laten in de handen van de leidsters van Kiwi.